Hey YouTube! Vandaag gaan we samen met jullie een tekenchallenge doen. En dit keer ga ik het niet in mijn eentje doen. Ik ga het met de beste tekenaar van Nederland doen. Samen met Rick. Oh nee. Ja, ik heb hier echt super veel zin in. Wij hebben tegenwoordig TikTok. Echt? Van mij wisten jullie dat wel, maar van Rick is dat een nieuwtje. Want die doet het nog niet zo heel lang. Niet op het internet zitten. Was ook anti-TikTok, maar nu zit hij tegenwoordig het meeste van ons allemaal. Nee, knip het eruit. Maar daar zagen we op TikTok een hele leuke trend voorbij komen. Mensen waren namelijk de hele tijd een tekening aan het maken. En elke 3 minuten moeten ze dan met elkaar wisselen. Kijk, ik kan niet met mezelf wisselen. Dus vandaar dat ik Rick heb ingeschakeld. Ja, maar nou moet ik dus tekenen. Maar wat? Heb je dan niet eens iets bedacht? Nee. Ik hoop niet. Maar dat gaan we dus doen. Voordat we gaan beginnen, vergeet niet alvast te abonneren op dit kanaal, mocht je dat nog niet hebben gedaan. En druk even op het belletje dat ernaast staat. Ja. Dan krijg je namelijk een melding als we een nieuwe video uploaden. Oké, we gaan beginnen. Heb je er zin in? Volgende Hij heeft er super veel zin in. Let's go. Oh, nee. Ik zet de tijd aan. Wat is dit? Dit zijn toch geen tekenstiften? Ja, neem die andere kant. Neem dat dus lekker. Ik begin met iets dat ik altijd kan tekenen. En dat is? Een hartje. We hebben niet zwart, of heb jij zwart? Nou, als het goed is, kijk. Oké. Het lijken wel billen. Het kleurt in ieder geval wel erg lekker. Ik hoop wel dat jij bij mijn tekening precies gaat maken wat ik in mijn hoofd heb zitten. Want ik heb namelijk nu bedacht wat er hier achter deze strik moet komen. Maar... Dat gaan we natuurlijk niet doen. Oké. Ik heb tot dusver dit. Mag jij ermee verder? Oh my god. Oké. Niet mooi? Ja, het is fantastisch. Maar wat moet ik ervan maken? Ja, wat moet ik hiermee maken? Maar we mogen hier niet te lang over nadenken. Oké. Okay. Oké, we gaan verder. De tijd gaat weer in. Ik weet ook niet. Wat moet ik hier nou weer mee maken? Ik wil er ook wel iets creatiefs mee doen, zeg maar. Maar wat? Okay, nou, dit Waarom is... zit het in het midden? Dit was echt een heel slecht idee. Oké. De stress. Ik ga gewoon verder met mijn idee, wat ik voor die wilde maken. En ik ga gewoon verder op die van jou. Dus dan wordt het zo meteen gewoon een samengemengelde versie ervan. Dit is moeilijk. Weet je wat het is? Ik teken natuurlijk nooit. Hier wat ik gewoon doe, ik hou het gewoon een beetje zo. Dat jij de moeilijke stukken mag doen. Ik ga het expres niet helemaal afmaken, zodat ik benieuwd ben of jij... ziet wat ik erin zie, zeg maar, en het daar dan ook verder gaat maken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Oh, nog 30 seconden. Wat heb jij nou? Niet zitten kijken! Oh, sorry. Oh, je hebt echt een beetje hetzelfde idee. Oh, serieus? Ja, toch wel. Ja, echt. We hebben niks gezegd, hè? Alleen deze kleur is echt... Oh, deze kleur is ook echt niet wat ik wilde dat het werd. Nee. Oh, is het klaar? Ja. Oh, maar ik... Oké. Je moet het maar verder afmaken hier. Oh. Here we go. Oh, ik zie het, ja. Ja, ik zie ook wat jij hebt geprobeerd te maken. Nou, zal geprobeerd te maken. Ik weet niet of ik nog wel 3 minuten met jou deze video wil maken. Het is nog niet af, dus ik zie toch wat je geprobeerd hebt te maken. Maar kijk hoeveel dat op elkaar lijkt. Zie je namelijk wat ik probeer te maken? Ja, een beer. Ja, want ik had namelijk in mijn hoofd om een beer te tekenen met een strik op zijn nek. En jij hebt er... Ik denk dat het een hond is, niet een beer. Ik ga er toch gewoon een beer voor maken. Nee, dat kan niet. Oké, tijd gaat weer in. Oh nee. Wacht, ik heb een idee. Ja, ik heb ook echt Moet een heel leuk idee. Moet het natuurlijk wel een beetje uniek maken, dit. Oh nee, het is alweer tijd. Gaat zo snel. Ik ben hier. Ik heb dit. Oh, dat wordt best cute. Oh, deze wordt zo leuk. Oké, we gaan verder. Okay. Succes hier. Het werd niet allemaal zoals ik wilde. Ja, ik heb een idee. Hier ga je echt niet blij mee zijn. Oh nee. Wat ben je nou weer aan het doen? Ja, ik ga niet kijken hoor. Nee, dat is ook niet de goede kleur. Oh, hij heeft wel 2 verschillende kleuren oren. Oké, ik ga wel kijken. Oh, dat is vet leuk.
Superleuk. Ciao. Ik moet eigenlijk letten van die dingetjes erop. Maar ik weet niet hoe je dat tekent. Jeetje, nog 1 minuut, joh. Dan... Het gaan 3 minuten snel. Zo? Was dat ook je doel van tevoren, piratenbeer? Precies, spiegelbeeld. Nee, natuurlijk niet. Oh, nee. Nou, oké. Okay. Jij moet het maar oplossen. Oh, stop. Gaan we. Een hondcactus pot. Pootjes. Het gewoon bij jouw puist te moeten laten, denk ik. Oh, nou, dit wordt ook niet heel best, hoor. Oh, nee. Dat had ik beter allemaal niet kunnen doen. Ja, ik weet niet of dit nou het beste onderdeel was. Ik vind het wel. Dat van mij is ook niet het mooiste wat ik in gedachten had. Maar hè? Ik heb altijd geleerd dat het niet zoveel uitmaakt of je nou binnen het lijntje kleurt of niet. Dus dat, klopt dat? Ja, dat kan een stijltje zijn. Ja, dat is mijn stijl. Dit was niet de stijl die ik moest worden. Oh nee, deze kleur is ook zo intens roze. Oh nee, dit was zo erg niet de bedoeling. Het is wel handig als je het samen eigenlijk met iemand maakt. Ja, kun je iemand anders de schuld geven? Dat is niet mooi. Nou, nu heb ik vooral gewoon bij alle dingen waarvan ik niet weet hoe ik het moet oplossen. Nou, dit laat ik jou gewoon doen, hoor. Oh nee. Maar, nou, ik maak die lijn wel af. Oh, het is tijd. Oh, ik heb niet echt superveel gedaan. Wat is dit? Waar komt hij nou weer uit? Wat is dit? Dat is een bootje. Dat is toch goed? Het is een klein bootje. Kijk, het is zo'n... geest weer. Geest uit de boot. Oké. Ja. Ik heb geprobeerd om wat meer, maar door die puisten en ik probeer die puisten zijn niet echt mooi. En die bloem wordt ook niet heel mooi. Ja, joh, iedereen ziet dat het een cactus is. De tijd loopt. Ja. Oké, maar ik moet dus eigenlijk die pot een andere kleur geven. Super lelijk, maar... Waarom heb ik in mijn hoofd Piet Piraat? Ahoy, hoi, waar zou dat toch zijn? Was dat ook een beer? Nee, toch? Nee, dat was volgens mij gewoon Piet. Piet. Piraat. Ik doe echt mijn best om niet te kijken. Het is zo verledelijk. Ik zie niet zo zitten lachen. Stop met lachen! Ik ben vet serieus. Oh, jongens. Zo lelijk. Oh, zo lelijk, jongens. Oh, wat erg. Wat 30 seconden. Ik kan niet eens in 3 minuten dit ding inkleuren. Wat is dit nou weer? Oh, stop. Oh, guys. Dit is echt te erg. Oh, nee. Wat is dit? Jij had hem zo getekend tot hier. Maar zijn sjaaltje zit toch daar? Dus hij moest in ieder geval naar zijn sjaaltje toe. Maar je had hem helemaal zo klein smal gemaakt krijgen. Zo nek. Ik wilde en eigenlijk ook dat hij een heel dun nekje kreeg. Ja, maar waar zit dit dan aan vast? Aan zijn hoofd. Heb je het over nagedacht? Nee, dus toen werd het dus zo... Ik kan het niet meer ongedaan maken. En dit oortje zit natuurlijk best wel dicht op het oogje. Het was natuurlijk de bedoeling dat hij iets hoger zou komen. Dus ik doe hem vanuit hier dicht te kijken hoe het eruit. Ik heb alleen maar dit gekleurd. Het lukte me niet om het snel te doen. Oké. Ik ga het afmaken. Oké. Nou, ik ga wel weer verder met kleuren, want dat moet ik blijkbaar oefenen. Ik ga gewoon heel snel kleuren. Ja, maar het is ook wel moeilijk zo met die kleuren over elkaar heen, want... Ja, het moet wel enigszins netjes. Oké. Ja. Ik heb een idee. Ja, ik ook, maar het wordt weer niet zoals ik wil dat het wordt. Oh. Oh nee, jongens. Wij maken kunst met elkaar, hoor. Kijk wat we voor kindertroep aan het maken zijn. Ja, maar wat verwacht je? Wat verwacht je dat ik doe dan? De laatste keer dat ik echt getekend heb, toen was ik een kind. Daar ben ik blijven hangen in dat niveau. Sorry. Sorry ja, maar ik dat ik het naar beneden zo. Haal, de kwaliteit.
De leukste dingen zijn dan van jou met die haken zo. Oké, we gaan verder. Mijn hemel. Oké. Wat wordt dit? Gewoon. Achtergrond. Gewoon klaar mee. Ik ga hem afronden. Ja, ik ben blij dat je zoveel lol mee hebt. Hoe verzin je er ook om dit te tekenen? Ja, laten we een beer maken die een piraat is. Die in een bootje zit met een hartje. Schoppen. Oh. Ja, maar eens, wat gaat er om in jouw brein? Nou. En als je dan smekt met Rick, dan wordt het dit. Oh, chaos. Hij is een beetje dik geworden voor zijn ooglapje, dus hij heeft even een verlengingstukje erin genaaid. Kijk, daarom is hij hier ook gescheurd. Zie je dat? Now it makes sense. Ja. Zie? It all makes sense. Hij is hier ook gescheurd namelijk. Kijk maar. En genaaid. Oké. Oeh, nice. Ik ga verder. Oh, ja, oké. Ik denk dat dit weer zoiets is wat zo weer bij dat magische paddenstoelenbos had kunnen staan. Hij komt uit hetzelfde universum, bedoel je? Ja. Oh kijk, je maakt er wel wat leuks van nog. Ja, hij komt in snoepjesland. Oh nee. Tijd is al ingegaan, hè? Oh, oké. Ja. Ik vind wel dat je een mooie haak hebt gemaakt trouwens. Dank je. Dat heb je volgens mij vaker getekend. Nee. Dat, zo ziet het er wel uit. Pjes. Tof. Shading, alles. Arme bier, is echt helemaal gerepareerd. Maar weet je, hij had eerst ook gewoon niet zo'n nek. Dat is er later ook opgemaakt. Kijk, ik zit ook nog vast met een knoop. Hij hoeft natuurlijk niet per se een achtergrondverhaal te hebben. Alles hoort een achtergrondverhaal te hebben. Wat voor kleur gaat de beer worden dan, als de roze? Rest... Oh, nee, dat mag, weet ik veel. Dat mag je zo bedenken. Ja, of je moet... We hadden al in deze kleur bedacht, maar dan gaat hij helemaal op in de achtergrond. Ja, daarom ga ik dat ook niet doen. Ja, maar nu is het echt zo'n... omdat ik hem nu blauw maak, wordt het echt zo'n geestje. Disney, ik vind dit een verbeterde versie van de geest. Snel meer sprinkles maken voordat je het gaat inkleuren, want was ik nog niet mee klaar. Blijf wel hangen dat lied. Daar zijn ze altijd wel goed in, hè? Die, ja, daar zijn ze altijd heel goed in. Denk je dat onze piratengeest, Piet Piraat, ook zo blijft hangen? Ik hoop dat mensen dat heel snel weer vergeten zijn, dat we dit hebben gemaakt. Zo. Oké, nu zal ik ons van maken. Hoe vaak hebben we nu al gebruild? Nou, ik heb deed echt mijn best, maar die sprinkle is weg. Nee! Ja, sorry, dat ging eentje maar. Nee! Het wordt zo mooi. Het wordt zo mooi. Waarom heb je ook voor zo'n lelijke, gedroevige, grauwe dag gekozen? Jij kwam met regenbogen en al het vrolijke snoepgeneuzel. Dan dacht ik, ja nee, dat zal wel, zo zijn we niet getrouwd. Okay. En daarom dacht ik, begin snel even hier, voordat je dan ineens bedenkt, nee, vanaf hier wordt het een kleur. Ik ga gewoon hier onder de wolkjes, is het wel vrolijk. Dus boven de wolken schijnt nooit de zon. Onder de wolken. Boven de wolk is het nacht. Onder de wolk is het wel gezellig. Oké, laatste keer switchen. Oh, die sprinkles gaan eraan. Nee. Ja, ik heb nog 2 minuten om het zwarte kleur, joh. Not the sprinkles. Zijn snuit heeft nog geen kleur, bedenk ik me nu. Nee, ja, deze ook niet. Maar ja, als dit de laatste keer is, dan... ik vind hem goed zo. Oh, dat heb ik nog even hard zitten doorkleuren. Oh, wat erg dit. Schaam me dood. Ik wilde nog heel snel iets tofs maken met zwarte lijnen. Maar ik heb gewoon geen tijd. 3 minuten is gewoon niet veel. Dus is dit het geworden. Het is leuk. En wat vind je ervan?
Welke vind je het mooist? Yes. En wat vind je het mooiste aan deze? Dat hartje. Oh, dankjewel, lief schat. En van deze, wat vind je het mooiste aan deze? Die lolly. Yes! Wat vind je ervan? Oh, wat vind je interessant. Ervan? Ja, mooi, echt? Ja. Oh. Okay. Maar welke is het mooist? Ja, en ik vind die haak heel mooi. Die vind ik ook echt serieus heel goed gelukt. Volgens mij heb jij vroeger heel vaak piepiruimte. Nee, nooit. De eerste keer dat ik deze haak tegen. Maar in het begin vond ik het vet stom dat hij in zo'n klein bootje zit. Maar nu lijkt het alsof hij op een surfplank staat. Ik vind het wel top eigenlijk. Ja, dat kan ook. Wat een kindertekeningen. Ja, maar echt. Ik wist niet dat we dat konden maken. Ja, maar het is toch verschrikkelijk. En we hebben hier een uur aan gewerkt. Ja, maar kijk, dat krijg je ervan. Hè. Als je mij uitnodigt, nodig volgende keer. Adinda, als je kijkt, kom jij de volgende keer met Maris doen. Want ik, ja. Het is niks. Ik weet niet, jij had er nog iets tofs van gemaakt. Ik had er weer een beer van gemaakt. Ik had natuurlijk ook hier hele leuke kaarten van kunnen maken. En dat het iets heel tofs werd. Mijn brein had vandaag gewoon echt zin in zoiets. Maar het was wel leuk om te doen. Nou, dat je het gewonnen, deze challenge. Ja, mag ik die lelijke zeker hebben? Mag je het hebben? En mag je alles opruimen? Gefeliciteerd! Yay. Blij? Ja. Nou, oké. Okay. Vond je deze video leuk? Vergeet dan niet deze video een like te geven. En ben je nog niet geabonneerd? Dus dan doe dat dan ook eventjes. En druk dan ook op het belletje. Want als we dan weer zo'n leuke video gaan maken, dan krijg je een melding. Maar moet je wel vier meldingen aanzetten. Dan moeten we verder nog iets zeggen. Ik denk dat hiermee alles wel gezegd is. Hoogwaardige content hier op dit YouTube kanaal, jongens. Echt. Nou, dankjewel TikTok voor deze geweldige challenge. Geweldig. Ik ga het meteen deinstalleren op TikTok. Tot de volgende keer. Doei. Je vergeet je mooie tekeningen niet. Nee. Even deze week.